naar boven via de andere kant. Dus ik rij hem zelf daarheen. Voeten komen steken eruit, dan gaan ze tegen de. Dus een beetje behelpen, maar. Wacht hoor, dan ga ik even hier droppen. Ja. Simon, ben je rijden met het in? Leuk hè, dat de tortus mee hebt gebruikt. Ja. Ja, je mag een beetje hè, van jij zelf. Je kan er de trap op lopen of moet je ook met de lift? Nee, ik heb een goed hoor. Oh ja, dan kan hij daar voor zelf dan weer gaan. Rustig aan, hebben we het nou? Ja, nooit met zo'n jeugd mensen trap tegen. Nee, maar dat geeft niet. Gaan we zitten. Hier zit de knop aan. En rij maar met de joystick. Kijk als je lijnbus halen. Een handen ring hoor. Zo. Rij maar. Kijk uit hè. Voeten omhoog. Net de Efteling hier zo. Ja, rij maar. Ja, staan gewoon. Hola. Ik denk een beetje mee hè. Ja, toch? Kijk. Wat is er dan gebeurd? Kijk, dan kan ik hem er zo uithalen. Zie je? Ik weet dus dat ze los zitten. Nou, in die tussentijd heb ik een vulling gekookt op basis van slagroom, blanke stroop en verse boter. Ik zal even een stukje hier doen. Zie je? Nou, plastic spuitzak, wegwerp spuitzak. We doen even een beetje roeren. Zo. Kijk, hier heb ik het gekookt. Karamel smaak zit erin, melk, chocola. Het is een hele zachte vulling. Kijk, daar gaat het. Zie je? Nou, pak er even de schaar erbij en ik knip er een puntje af. Kijk, en dan ga ik in de mol, ga ik die vulling spuiten. Kijk. Eventjes zo, hoppakee. Nou, je mag je mond eronder hebben hoor. Zo, kijk, knop ik ze weer bij. Kijk, de zijkant glijdt er een beetje af zo. Hoppakee. Kijk, en dan zet ik ze in één keer. En rechtop. Zie je? Zet ze lekker hier neer. Is die te koop? Dat mag je dus straks van dichtbij bekijken. Ja, ze is te koop. Kijk. Gaat u gang. Even onderdompelen en dan zoek je hem op. Nee, dat gaat goed. Dat gaat goed, keurig. En dan een beetje aftikken aan de zijkant. Zo. Dan slaap je me af en dan zo keurig. Slaap je me af zo dan. Hier zo, kijk zo. Slaap je me gewoon af. Ja? Haal ik het pannetje weg, mag u hier op en zo. Heel voorzichtig. Die vork een beetje omhoog te zien. Een beetje omhoog die vork. Nee, kijk zo. Zo. Nee, wacht hoor. Dan gaat hij. Nee, allemaal hier op. Pak hem maar. Zo. Keurig. En dan moet u uw tuintjes even aanraken zo. Nee, vlak. Zo vlak. Er is die van nu. De drie streepjes zo. Kom ik hem zo brengen? Ja? Kom ik hem zo bij je plekje brengen? Keurig. Kom je nog maar een keer kijken, mevrouw? Ik heb het nog een keer even zien. Onderdompelen, opzoeken. Een beetje aftikken. Maar best wel tikken hoor. Een beetje tikken zo. Zie je? Schraap hem af. En dan mag u hierheen zo. Ja. Helemaal goed. En doe nu met uw tandjes op, even zo. Nee, kijk zo. Even kies. Heel vlak. Ja, die is die van nu. Keurig, die schuiven. Ja, we doen haar ook wel hoor. Doppelen maar op. Ietsje, nee, keurig. Nou, dan ga je niet rustig maar. Gaat helemaal goed. Beetje tikken.
vlak houden, een beetje die tandjes moeten. Ja, tik maar. Schraap maar af. Schraap maar af. Afschrapen. Ja? Ja. Voor ik even, ja, dan komt hij al, dan komt hij een stukje verder nog. Keurig. En dat doe je zo. Nee, dat is geen probleem. We hebben een prachtig cadeautje voor je kind of kleinkind. Dan vraag je natuurlijk wat kost die. Ik heb een hele speciale prijs. Ik heb er, even kijken, 1, 2, 3. Even kijken. Mooi, hè? En voor mij heb ik er 3. Nou, normaal verkoop ik hem voor 25 euro. Dat is meer dan een kilo chocola. U krijgt hem voor 15 euro per stuk. Eentje, twee heb ik er al verkocht. Drie. Yeah.